Welkom terug bij Lotte de Story. We nemen een kijkje achter de schermen van Talpa's nieuwe serie Lotte. De serie Lotte wordt niet opgenomen in een studio, maar in een oude loods in Noord-Holland. Maar daar is niets van te zien. Het decor geeft de decadente uitstraling van een echt modebedrijf met designspullen volgens de laatste trends. En alle details is gedaan. Waar de serie uiteindelijk om gaat is een heel grote modebedrijf. Waar natuurlijk heel veel klasse in heerst en veel geld Dus het zijn absoluut geen IKEA-spullen. Ja, het heeft de kleding fantastisch gedaan. Er is iemand opgezet die ook veel dingen in het buitenland heeft gedaan. En dat straalt er vanaf. Ted, champagne is alleen voor de klanten en executives. Ja, ik ben toch ook een executive. Voor de postkaart. Het is nadeel van de dresscode hier. Zelfs de loopjongens zien eruit als miljonairs. Nou, hier is de kleding. We hebben allerlei cabins en hier is onze kledingafdeling. En aangezien wij natuurlijk een groot modebedrijf zijn, moet de kleding er goed uitzien. Hier wordt druk gepuzzeld over de continuïteit. Dus alles moet gefotografeerd worden. Zodat elke keer als er weer een nieuwe scène is waarin de mensen langskomen. Nou, hier zie je dat ik weer heel 's ochtends fris uitzie. Dat is de directeur. Ook alle accenten, de kleine accessoires moeten er goed op staan. Zodat bij de volgende take. Want je draait natuurlijk 5 afleveringen in een week door elkaar heen. Dus je moet... En soms is het net 2 uur later, dan moet je het terugdenken. Dus het wordt allemaal heel goed verzorgd. Paarse stropdas, lila jasje, ton sur ton met de muren. De color purple is hard dit seizoen. Dat is maar even weten. Bijzondere tijd voor nu. Tijd voor jullie. En uiteraard is het Fico Maasland hangt hier voorop. En Daniel erachter helaas. Dus hier zie je, het zijn chique pakken. Ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar... Ik kan je verzekeren, het zit allemaal heel erg lekker. En niet dat je van die Hollandse brede pakken hebt die zeg maar, als een soort uitsmijter voor de deur staat. Nee, het zit gewoon echt Italiaans schnok of goed Brits. Dit is bijvoorbeeld mijn zakelijke mooie streepjespak. Daar ben ik heel blij mee. Goedemorgen. De boodschappen? Die auto is weggesleept. Mooi. Ik verbind u even door. In Modevisje met Mara, goedemorgen. Mara, hou je alle telefoontjes tegen? Er zijn nog geen telefoontjes. Dat maakt toch niet uit! Hou ze tegen. En ook qua beeld wordt het heel graag geschetst. Zo rij ik bijvoorbeeld in een Porsche in de serie. Dat is absoluut geen probleem. Nog bedankt voor de tip. Welke tip? Ja, het zijn allemaal peperdure decors die hier zijn neergezet. En dat speelt ook lekker, want het ziet gewoon mooi uit. En je hebt echt het gevoel, je wordt er ook chiquer van. Ook de kleding is heel elegant. En als ik in een pak loop, je voelt je gelijk gewoon een stuk machtiger. En... Weet je wie er op bezoek is? Nee. Nee. Miek. Lotte's vriendje. Ik ben Annemarie Jong en ik speel Bianca in de serie. En ik ben Marloes Dirks en ik speel Mara Fontijn. Sorry, is kleding en make-up op de 8e? Ja. Oké, bedankt. Wat een glamour, hè. Op zulke momenten ben ik altijd blij dat ik voor Emoda werk. We werken hier op het kantoor van Emoda. Maar eigenlijk zie je ons nooit werken. Je ziet ons altijd bezig met de laatste roddels. Met de laatste nieuwe boekjes die bekeken moeten worden. Oh ja, maar ik vond het leuk om dit hier zo te beginnen. Maar dat mag zeker niet. Het is niet mooi. Nee, het is niet mooi. Het secretaressenwerk zie je mij zelden uitvoeren. Nou, ik ben eigenlijk altijd heel hard aan het werk en heel serieus ook. Met de headset, hè? En ja, ik neem heel vaak de telefoon op. En voor de rest ben ik iemand die alles goed in de gaten houdt. Zodra je dames in een groepje in een ruimte zet, wordt er geroddeld en wordt gespeculeerd. Dus inderdaad, die weten het meest. Ik rem eventjes de scène op, maar ik ging zo hard dat ik gewoon gezellig aan de deurklink bleef haken. Met als resultaat dat ik een pleister op mijn vinger heb. Maar ik ga het je niet laten zien, maar... Ach ja, hè? Ik zag kijken in de make-up, het was wel heel erg grappig. Ik vroeg maar wie is dat? Wie is dat? Ik zei, ja, wie denk je? Oh, maar bloed. Het is maar een beetje bloed, maakt niet uit. Dat was ik. Ik heb altijd van dat soort acties. Nou, we hebben gehoord dat de secretaresse
in de Colombiaanse serie enorm populair zijn. Dat er zelfs toch ook een spin-off van komt. En, maar ja, of dat wij dat kunnen overtreffen? Denk ik niet. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Hoezo? Ah, je speeltuin is toch ook leuker dan een educatief uitstapje? Ja, precies. Leren doe je wel op school, toch? Bertha is een personal assistant. Nee, veel leuker. Lotte's vriendje. Huh? Lotte's vriendje dan? Ja, ik weet het toch niet. En ik moet nu heel nodig mijn lippenstift bij werken. Sorry, ik moet gaan draaien. Dankjewel. Doei. Mara, dat snap jij. Hier uit. En dan ga je zingend. Ja, hier doen ze allemaal hele spannende dingen. Hier ben je bij make-up. Dames zijn op dit moment niet omdat ze even vrij hebben. Ze werken met een heel mooi systeem, dat heet Airbrush. Het wordt opgespoten, dus ze krijgen een heel dun laagje make-up erop. Dat is eigenlijk het mooiste effect. Dit is eigenlijk de grote, hoe zeg je dat, grote rommelplek. En hier wordt alles besproken. Daar kan niemand het horen. Kijk, zie je wat er zit, hè? Er zit geen toilet, het wordt allemaal achteraf erin gezet. Misschien dat hier wel een toilet zit. Ja, hier zit er wel een toilet. Kijk, dan draai je het hier op en dan komt hier een figurant uit. Dus die doet dan net alsof hij op de toilet is geweest. Kijk. Zo, ik ga.